U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben te maken met een uitgestrekt hoge drukgebied. Dat ligt boven Frankrijk, België, het zuiden van Nederland en over Duitsland. Het verplaatst zich nauwelijks de komende 24 uur en wordt zelfs nog wat krachtiger. We krijgen in de loop van morgenmiddag wel te maken met wat hoge bewolking die we nu boven de Britse eilanden zien. Vanavond schijnt de zon in eerste instantie nog flink. Later op de avond is het helder. Temperatuur halverwege de avond is een graad of 18 en de wind gaat geleidelijk aan verder afnemen. Komende nacht staat er nauwelijks wind. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 10 of 11 graden in het westen, tot 8 of 7 graden dieper landinwaarts. Er kan zich ook wat nevel of een enkele misbank vormen. Maar de mist gaat morgen vroeg alweer snel verdwijnen. En dan schijnt opnieuw de zon flink. Later drijft er ook wel wat hoge bewolking over, maar het blijft overal droog. Het wordt 22 graden op de Waddeneilanden en 24 tot 27, misschien lokaal zelfs 28 graden in de rest van het land. Er staat over het algemeen weinig wind, maar later op de dag kan de wind in de kustgebieden vanaf zee gaan waaien, uit een westelijke tot noordelijke richting. En die zorgt dan voor een enige tempering in de temperatuur. Kijken we dan naar het weekeinde en begin volgende week. De zon blijft flink schijnen. Er waait over het algemeen een oostelijke wind. En die is zwak of matig. Maar voert geleidelijk aan nog wat warmere lucht aan. Op de zaterdag wordt het 27 tot 29, misschien zelfs een afgeronde 30 graden. En ook op de stranden is het dan prachtig warm weer. Op zondag nog iets hogere temperaturen van 28 tot 30, lokaal 31 graden. Op de maandag ook waarschijnlijk nog hoge temperaturen. Maar in de loop van de dag komt er wat onzekerheid. Dan zou de wind vanaf zee kunnen gaan waaien in het westen en zuidwesten van het land. En ja, als dat gaat gebeuren, is dan ook nog maar de vraag hoe ver landinwaarts uiteindelijk de koele lucht komt. En dat bepaalt voor een deel ook hoe de temperatuur zich op de dagen daarna gaat gedragen. We zien een behoorlijke onzekerheid ontstaan in de temperatuurverwachting op de dinsdag en woensdag. Waarschijnlijk ligt de temperatuur nog hoog in de 25 tot, tot dicht bij de 30 graden. Maar als die koelere zeelucht wat meer terrein weet te winnen op die dagen, dan ligt het maximum veel lager en zou het zelfs met 25 wel bekeken kunnen zijn. In de tweede helft van de week zien we sowieso ook de rode lijn, dat is de gemiddelde verwachting, langzaamaan weer dalen. Dus de warme periode zal niet heel lang aanhouden. Richting het volgende weekeinde ligt de middagtemperatuur zo rond de 20 tot 22 graden. En kijken we tot slot nog even naar de neerslagverwachting. Dan zien we dat de neerslagkansen ook duidelijk aan het toenemen zijn in de tweede helft van de week. Tot ongeveer 50% vanaf het volgende weekeinde. Met andere woorden, eerst een periode met warm weer en veel zon. En later in de volgende weken wordt het langzaamaan minder warm en iets wisselvalliger. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.